tijdje geleden. De zomervakantie is voorbij. Maar ik ben er weer. En dit keer met een shoplog. Alleen meer van mijn favoriete winkel. En niet tegelijk gekocht. Maar wel deze hele zomer lang. En waarschijnlijk heb je heel veel jurkjes wel een keer voorbij zien komen. En ik ben dus eigenlijk met bijna alles in de winkel geweest. Ook vorige keer heel erg veel besteld. Of eigenlijk heel erg veel. Laat me zeggen, ik had meer besteld dan dat ik in die winkel was geweest. Ik ga ze in chronologische volgorde laten zien. En ik vertel hoe het artikel heet en hoeveel die was. Laten we beginnen met het enige t-shirt wat ik heb gekocht. En dit is mijn favoriete shirt. Ik had hem al in het zwart. Alleen die was een keer in de droger gegaan. Dus was eigenlijk niet meer zo langer. Of die was eigenlijk niet meer zo lang als die was. Wel gewoon draagbaar, maar wel gewoon korter. En toen was ik in de winkel. En toen zag ik deze. Super leuk, hè. Dus dit is het Los Angeles Tee in het wit. En deze was €24,95. Toen ik in die winkel was, heb ik nog 3 items gescoord. Die ga ik jullie ook even laten zien. Het eerste item is dit hele leuke jurkje. Stippen. Ik krijg hem eigenlijk bijna niet in beeld. Jullie zien een aanbeeld. En hij is heel mooi getailleerd. Wel lange mouwen, maar lekker losse stof. Of niet zo hele warme stof. En het heeft ook laagjes. En ja, het is gewoon een heel romantisch jurkje. Deze was €39,95. Dan een jurkje wat ik al vaker heb aangehad. En ik heel leuk vind, maar ook al een beetje, ja, hoe zeg je dat, anders en een beetje iets meer zichtbaar qua dingen. Kan ik dat zo zeggen? Ik kan dat zo zeggen. Maar ik vind hem heel leuk. Ik ga hem laten zien. Dit is hem. Hij is heel, ik vind hem een beetje Chinese vibes hebben en dit is ook heel leuk aan de onderkant. Maar zoals je kan zien, is dit geknoopt. Dus je hebt een mooi decolleté. In het begin deed ik er een hemdje onder. Omdat ik dacht, ja, is dat wel zo handig. Maar ik heb zoiets van, het is zomer, het is warm. Mensen lopen ook gewoon in bikini, dus waarom kan ik dit niet aan? En ik ben er heel blij mee. Ik heb heel veel gedragen op Ibiza ook. Ik hou van dit jurkje heel erg. En deze was €34,95. Dan iets dat ik zag. Die ik ook uit het rek viste na 3 rondjes te hebben gelopen. En ik dacht, wow, dit is wel gedurfd. En ik pakte het en ik deed het aan. En het was super leuk. En dat is dit soort van, ja, wat is het? Een t-shirtje, een blouse. Het is een beetje blouse toch, maar wel weer t-shirtje. Roze pantenprint. Echt een beetje in your eye, maar heerlijk. Ik heb hem ook al een paar keer aangehad. Weer van die popmoutjes en ook de nek hier zo. Ik vind het gewoon een heel leuk kleurtje. Het is apart, het is lekker opvallend. Hartstikke leuk. En ik word hier gewoon heel blij van. Deze is, toen ik hem kocht, €34,95. Toen was ik een andere keer in Rotterdam met mijn vader. En ik dacht, ik moet gewoon even naar binnen lopen. En ik heb in die winkel heel vaak dat ik heel veel leuk zie, maar gewoon soms past het niet bij je pasvorm. En ik had een jurkje aan in het zwart en ik vond hem heel leuk. Maar ik dacht, ja, weer een zwart jurkje. Misschien moet ik een andere kleur kiezen. Toen zag ik de rode hangen. En die deed ik aan. Deze rode. Op beeld lijkt hij niet zo heel bijzonder, denk ik. En het is van dat soort van bloesstof ook weer. Dit is een wrap dress. En deze heb ik ook al een paar keer aangehad. Hij oogt soms wat netter. Dat is dus het grappige, hè. Ik heb al een paar keer mensen gehoord toen ik deze aan had. Oh, wat zie je er netjes uit. Maar eigenlijk vind ik het niet per se. Ik vind het gewoon leuk staan met een gimpje erbij. Een lekker wit gimpje. En het heeft een heel gek, of eigenlijk een heel apart systeem. Hier zit dus een string, om het zo maar even te zeggen. En hier zit een gat. En daar moet je hem dus doorheen doen, zodat je hem om kan wikkelen. En deze was ook €34,95. Toen appte een vriendinnetje dus of ik met haar de stad in wilde. Want ze wilde bij een winkel zijn waar ze een nieuwe zonnebril kon scoren. Want daar had ze een bon van gekregen voor de verjaardag. En die zat toevallig ook in Rotterdam. Dus wij gingen samen naar Rotterdam. En ik zei ook, ik wil daar zo graag nog even kijken. En ik wist dat zij het ook leuk vond, dat winkeltje. En toen liep ik door rekken heen. En toen zag ik deze.
Het is weer een beetje hetzelfde model als de eerste jurk die ik heb laten zien. Alleen nu open met zo'n kraagje. Net zoals de andere luipaard. En weer hartstikke roze, hartstikke opvallend. En ik trok hem aan en dacht, dit staat zo leuk. En ik was op slag verliefd. Weet je, het is niet wat anderen hebben. En dat vind ik zo leuk eraan. Deze jurk was €29,95. En deze is van het eigen Most Wanted label. En dan mijn laatste aankoop van eergisteren. Die heb ik besteld. Ik zag hem. Ik dacht, ik vind deze zo leuk. En ik had hem in de winkel gepast met een iets andere pasvorm. En toen stond hij wel leuk, maar ik was hier helemaal weg van. Ik had gehoopt dat het een andere pasvorm was. Hier bij je taille. Want de jurkjes staan me gewoon wat beter dan hier zo. Daar word je gewoon wat dikker van. Laten we eerlijk zijn. En toen zag ik deze. Toen dacht ik, ik doe het gewoon. Ik koop hem gewoon. En toen heb ik hem gekocht en toen kwam hij thuis. En ik was echt dolgelukkig, want hij stond gelukkig ook hartstikke leuk. En dat is deze. Deze is wel zwart met lange mouwen. Het is een jurkje ook weer. Het is ook meer een blousejurk, zie je dat? Dat vind ik ook wel leuk. En deze vind ik ook al iets meer voor, ook, ja, wel gewoon overal. Maar toch ook voor wat nettere gelegenheden. Of voor leuke feestjes waar je dan niet opvallend wil zijn. Zoals met zo'n luipaardprint. Maar toch wel een beetje feestelijk. En hier staan toch ook luipaards op. Kijk, deze was €34,95. Oké, nu heb ik alles aan jullie laten zien wat ik deze zomer bij Most Wanted heb geshopt. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet vooral geen blauwe duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie volgende keer weer.